Welkom bij een nieuwe aflevering van 24 erin. Frank neemt je deze keer mee naar Tirol. Mee naar de mooie Achenzee. Oostenrijk telt in totaal ongeveer 60 bergmeren. En één van die bergmeren is het bekende Achenzee. Dat is het grootste bergmeer van Tirol. En wij zijn in deze 24 erin aflevering op bezoek in deze regio. We gaan uiteraard lekker skiën. Maar deze regio staat ook bekend om de alternatieve dingen die je hier kunt doen. Wat ik precies ga doen, ga je in deze aflevering zien. Het skigebied van Achenzee is verdeeld over 3 dorpen. En ik kan natuurlijk alle dorpen op mijn eigen houtje gaan ontdekken, maar nou, daar ben ik niet zo van. En daarom heb ik mijn grote vriend, skileraar Herbert, geboekt. En ik kan je vertellen, ik heb nog niet heel veel uren gemaakt op de skis, dus Herbert. Herbert. Frankie, ik ben de Herbert. Ik brauch wieder Unterricht. Ja, du bist bei mir richtig. Ja? Ich würde sagen, der Tag ist super heute. Wir fangen mal gerade da runter, zeigen wir ein bisschen das Gebiet. Sollen wir gehen, oder? Schauen wir mal. Los geht's, sagen wir mal, oder? Brille auf. Brille auf, ja natürlich. Und ab geht's. Ciao, los geht's. Achenzee bestaat dus uit 3 dorpen en we zijn op dit moment in Pertisau, maar je hebt ook nog Achenkirch und Maurach. En wat je opvalt is dat het echt nog kleinschalig is. Je hebt heel veel sleepliften en de rust. Het is ongelooflijk. We zijn op dit moment in de krokusvakantie en er is gewoon echt letterlijk geen hond op de piste. Het is heerlijk, het is echt genieten. Hij net al zei, is ongelooflijk. Dit gedeelte ligt altijd in de schaduw, waardoor en de pistes heel lang goed blijven en de sneeuwkwaliteit echt grandioos is. Weet je wat ik ga doen? Ik neem even een pauze. Mike, vertel jij even wat meer over de Achenzee. De Achenzee wordt ook wel het fjord van de Alpen genoemd. In de zomer is de regio dankzij het helderblauwe meer onder andere geliefd bij watersporters, maar ook in de bergen is er dan veel te doen. Dat liet Miranda ons al zien in de zomeraflevering van dit jaar. In de winter kun je er skiën op 53 kilometer aan piste. Ik kom ook nog even bij de kleine kinderen, want hier in Pertisau heb je ook een heel leuk kinderland waar de kinderen hun lol op kunnen. Dus ouders, kinderen afgeven en zelf lekker skiën. Afwenken. Jetzt machen wir Pause. Jetzt haben wir uns was verdient zum Trinken. Hebben we zeker. Nou, Pause hebben we zeker verdiend. Die Oostenrijkers die weten wel wat geschwindigkeit is. Heerlijk in het zonnetje, bruin worden, een beetje insmeren. Beste. Servus. Mag ik zo drinken? Ja, bitte. Wat is de specialiteit? Glühwein van Feinste. Bitte schön, Prost. Dankeschön. Für ein Glühwein ist es höchstens zu spät, nie zu früh. Alte Weisheit. Als je de Garwendelbaan in Pertisau omhoog neemt, kom je op een hoogte van 1480 meter. Wij gaan nog even lekker een rondje skiën en daarna gaan we eten. Het mooiste moment tijdens wintersport, eten. Nou ja, skiën is altijd beter. Maaltijd. Buikje is weer gevuld. We gaan nog even een paar rondjes skiën. En ik geloof dat ik dan mijn skis ga inwisselen voor langlaufskis. Maar ik ga nu nog heel even genieten. Nou, je hebt hier in Pertisau 2 verschillende dalafdalingen. En wij pakken nu de rechte naar beneden. En dat die Oostenrijkers goed kunnen skiën, nou, dat is allemaal wel duidelijk. Maar dat wij Nederlanders snel zijn. Nou, dat weten die Oostenrijkers. Je hebt hier namelijk een flitspaal en we gaan kijken wie de sneller is. De skileraar of Frank the Tank?
Frank, ik denk dat ik nu begrijp waar die verkeersboetes altijd vandaan komen. Dat is helemaal geen flitspaal. Met een recordsnelheid van 23 km per uur heb je niet gewonnen. Die Österreichse Leute sind noch immer schneller wie wir in Holland, aber dankeschön. En op naar de volgende activiteit. Ja, dat is natuurlijk ook wintersport, hè? Heerlijk genieten en relaxen in het zonnetje en kijken naar de prachtige bergen en mooie natuur. En zeker hier in Achterzee moet ik zeggen, dat is hier helemaal top geregeld. En je ziet het, hè? Nieuwe activiteit. En calorieën verbranden. Daar gaan we. Nou ja, zoals je ziet heb je met langlaufen een compleet andere uitrusting nodig in vergelijking met bijvoorbeeld skiën. En ik ben zelf nog niet zo'n echte pro hierin, maar dat is juist het leuke aan langlaufen. Want langlaufen is eigenlijk voor zowel beginners als gevorderden ideaal. En wat opvalt als je hier bij de Achterzee rijdt, is dat je overal, maar dan ook letterlijk overal, langlaufloopers ziet. Je hebt hier dan ook meer dan 200 kilometer aan langlaufloopers. Ja, ik ga je vertellen, dat ga ik niet halen. Maar ik ga toch wel proberen om eventjes lekker dat ontbijtje eraf te langlaufen. Zo, en langs de langlaufloopers hier in Achterzee heb je natuurlijk veel plekken waar je eventjes rust kan pakken. Even lekker wat kan drinken of wat kan eten. Een van die plekken is ook hier in Maurach. Het is de VVV van het gebied. Maar sinds juli 2018 hebben ze hier een gloednieuw gebouw neergezet. Met zwembad, restaurant, relaxed gebeuren, dus sauna's en massages, noem het allemaal op. En ik heb zo'n gevoel dat ik na deze dag langlaufen wel een saunaatje verdien. Vraag je misschien af, zijn al die 200 kilometer loipers met elkaar verbonden? Nou, niet helemaal. Steinberg en Achenkirch zijn met elkaar verbonden. En Maurach en Pertisau zijn met elkaar verbonden. Maar ik kan jullie garanderen, je hoeft niet per se die hele ronde te maken, want dat ga je helemaal nooit halen. Want 200 kilometer is echt extreem. Ik ruik het eten al. Dat is een goed teken, want we gaan straks eten bij de Senhütte. Veel restaurants en cafés zeggen dat ze de beste kaasjes maar hebben. Maar hier in de Senhütte zeggen ze echt, dit is echt de crème de la crème. Dus we zijn hier boven bij moeders. En ze gaat voor ons heerlijke kaasjesmarren maken, maar ze gaat ons ook een beetje laten zien hoe ze dat maakt. Wat heb je hiervoor nodig? Eieren, meel, melk, zout. Maar het belangrijkste recept van haar is liefde en pannen die ouder zijn dan 100 jaar. Kaasjesmarren bij een 200 jaar oude berghut. Check, ik zit bomvol, dus ik kan wel wat ontspanning gebruiken. Zoals je ziet hebben we de skischoenen uitgedaan en zijn we aangekomen in Achenkirch, waar Sebastian op mij staat te wachten. Want we gaan namelijk sneeuwschoen wandelen in deze prachtige omgeving. Zie je dit? Hallo.
Sebastian, ich habe gehört, du bist ein Ranger, oder? Ja, also ich bin Ranger hier im Naturpark Karwendel. Wie wir sehen hier, all dies sozusagen ist Naturpark. Sind 730 Quadratkilometer Naturschutzgebiet. Und was eben viele Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass jetzt im Winter sehen wir viel mehr Tiere und viel mehr Nachweise von Tieren, wie wir es eigentlich im Sommer sehen können. Und wie schaut das Unterschied? Ja, das, du wirst es sehen, oder? Ja, ja. nu willen wir Tiere sehen auch, gell? Aber wir haben zum Beispiel im Winter Schnee. Ja. Und jeden Tritt, den ein Tier sozusagen hinterlässt, oder, den können wir dann bis zum nächsten Schneefall sozusagen nachvollziehen. So, dann morgen sagen die Leute, sehen dann so meine Spur und sagen, da war ein Riesentier da in ja. Achensee, oder? Ja, genau. Ein Riesenbär. Das sind wir mit unseren Schneeschuhen. Ik ben echt een ranger op pad. Die man die leest en schrijft de natuur, het is echt geweldig. Ik ben nu 10 minuten met hem aan het lopen. Hij heeft alleen maar over dieren, natuur, het weer gepraat. Echt super interessant. Als je op vakantie bent in Achensee, dan kun je ook zelf met een ranger op pad. Elke werkdag staat er een ranger voor je klaar om je de natuur en de dieren te laten zien. Dat boek je via de VVV van Achensee. Ja, we hebben er een. Ik heb gewonnen. Oké, ik moet eerlijk zijn, hij heeft hem gevonden. Daar gaan we hoor. Echt zo'n jonge woud lopen, daar gaan we. Ja, wij hebben hier geen taxi geboekt. Wij hebben gewoon de Libanese paarden. Dat zijn bijzondere paarden. Oh. Rustig, lieve vriend, rustig. We gaan even een ritje met de paarden. Hallo. 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 Tanja. Je hebt Frank deze aflevering al op meerdere manieren van de natuur zien genieten. Op de skis, langlaufend, op sneeuwschoenen. Maar ook als je zelf niet te veel wil bewegen, kun je genieten van de omgeving. Dat doe je bijvoorbeeld in de arreslee. Zo'n ritje is te boeken bij verschillende aanbieders. Kijk op achensee.com voor meer informatie. We zijn nog even lekker tot rust aan het komen, maar er staat straks weer een leuk onderdeel op ons te wachten. We gaan namelijk rodelen. We zijn eens van Achenkierig naar boven gereden, naar Steinberg. En om jullie even een beeld te geven, in Achenkierig was het rustig. Maar hier in Steinberg, nou dat is echt idyllisch. Dat is niet normaal, maar als je hier komt dan denk je echt, wow, dit is echt oud. En we hebben hier een rodelbaan van ongeveer 800 meter. En ja, die gaan we eens even uittesten. Wie is dat dan? Super, ja, weer van Holland. Die Holländer sind da wunderbar. Kriegt so eine schöne Rodel von mir und dann auf hier auf den Berg. Und wenn es dann wieder runterkommt, dann habe ich eine kleine Überraschung für euch. Okay. Ich bin toll auf Überraschung. Viel Spaß. Bis später. Bis später, ciao. Da gaan we. 3, 2, 1, 2, 3, go. Steven Schmetter. Ja, ja! Hey, man! Oh, ja. Je denkt misschien maar 800 meter lang, maar het gaat snel, zeker het begin. Je scheurt zo door die bocht. Nou, lekker eten. Wintersport, hè? Activiteit, weer een beetje calorieën verbrand en daarna lekker bij een warm kampvuur een beetje opwarmen, lekker. En uiteraard, ik zie het alweer gebeuren, er komt weer wat lekkers aan. Ik heb het gevoel alsof ik bij mijn oma ga eten. Kijk eens, heerlijk, zo'n gezellige stuur is dan lekker in de hoek.
Apfelradl. Met vanilleijs, slagroom. Heerlijk, gaan we. Dan zijn we weer aangekomen bij het einde van deze 24 uur in aflevering in Achenzee. Wat vond ik van Achenzee? Het is een prachtige omgeving. Die zee, dat is adembenemend en daar word je stil van als je af en toe op een plek bent waar totaal geen geluid is. Wat ik zelf positief vond aan Achenzee was dat het nog rustig is. Je hebt nog het gevoel dat het massatoerisme hier in de winter niet aangekomen is. Wil je skiën, maar daarnaast ook bijvoorbeeld wandelen, langlaufen of gewoon heerlijk genieten van de natuur en van de Achenzee zelf, ja, dan is dit de perfecte plek. Wil je wat langere tochten gaan skiën, dus wil je echt een gebied hebben met 200-300 kilometer piste, ja, dan moet je hier niet zijn. Maar ik wil wel meteen een kanttekening maken. Het is wel een gebied waar je afwisseling hebt. Dus je kan alle 5 de dorpen die hier in Achenzee liggen, kan je gewoon elke dag bezoeken en dan kan je heerlijk skiën. Wij gaan nog even genieten van de heerlijke avond en ik zeg tot de volgende 24 uur in aflevering.